De beursvloer van de Schageruitdaging werd op donderdag in het Regiuscollege aan de Hofstraat in Schagen gehouden. Tijdens de beursvloer komen maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente bij elkaar om te netwerken en te handelen met gesloten beurs. De onderhandelingen werden vastgelegd in een match. De beursvloer werd voor het eerst gehouden in het Regiuscollege aan de Hofstraat. Leerlingen van de school hadden een belangrijke rol. Ze maakten hapjes, ontvingen de gasten en maakten foto's als een match gesloten was. Jolijn van Dijk, manager van de Schageruitdaging, vertelt hoe de samenwerking met de leerlingen verliep. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het me heel positief verrast heeft. En dat ik het heel leuk vind dat de leerlingen, ik denk ook omdat ze zelf mochten kiezen wat ze interessant vonden. En dat ze zelf mochten nadenken over wat er allemaal bij kwam kijken. Dus dat het echt hun eigen ding werd om te gaan doen. Dus ze zijn er heel enthousiast mee aan de gang gegaan. En alles loopt en alles draait. Dus ik ben heel trots op ze. Jullie krijgen heel veel hulp, zie ik. Ja, heel veel hulp. En dat is ook heel fijn. Dat je gewoon echt met een mooie club mensen dit nu gezamenlijk in kan vliegen. Om 16:30 sloeg wethouder Simpel Kruijer op de gong. Het onderhandelen begon en de eerste matches werden snel gesloten op de beursvloer. Eens horen wat de deelnemers graag willen hebben. Wij zijn op zoek naar handige mannen die een TL's kunnen ophangen op grote hoogte. Heb je al een potentiële match gevonden? Nou, hier met deze meneer die hebben een eigen technische dienst, dus dat is wellicht een match. Maar ik zoek evengoed nog verder. Nou, we hebben al twee hele mooie matches gesloten. Eén is dat we een wens hebben voor een buitentoilet. Dat klinkt een beetje gek. Maar we hebben een soort, wij noemen het een klompenhosje aan het hospice. En die willen we ombouwen tot toilet. Zodat zowel de werkmannen buiten lekker naar het toilet kunnen. Maar ook als we een buitenactiviteit hebben, dat we geen Dixie hoeven te huren. Dat scheelt natuurlijk weer geld op de lange termijn. En de tweede match is, we vinden dat we best wel veel energiekosten betalen. Met heel veel zonnepanelen op het dak en een warmtepomp. En dus iemand die bereid is om bij ons een kijkje te komen nemen. Of energieslurpers hebben. Of die gaat met ons meekijken. Dus hele leuke matches. Denk je dat je vandaag een match gaat vinden? Of, ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Ben je nog op zoek naar wat anders? We kunnen altijd dingen natuurlijk ter plekke verzinnen, maar volgens mij, kijk even naar mijn maatje, zijn wij nu wel redelijk compleet. Nou ja, wij zijn bezig in het bouwen van een nieuw boothuis. En dat willen we in 2024 gestald geven. En daar zoeken we eigenlijk mensen voor en bedrijven voor die ons daarmee kunnen helpen. We zijn nu bezig met een architect die het allemaal gaat tekenen. En daarna moet het natuurlijk het oude boothuis gesloopt worden en een nieuw boothuis gebouwd worden. Ja, en dat zou wel mooi zijn als daar ook hulp bij kan komen. Want de KNRM is een organisatie die leeft van donaties. We krijgen niets van de overheid. We bestaan uit vrijwilligers, 7 keer 24 uur beschikbaar. Dus het is wel fijn dat we worden ondersteund door bedrijven en mensen die daar ons een warm hart toe dragen. Jullie zijn volgens mij aan het onderhandelen. We zijn net gestart, inderdaad, ja. En waar gaan de onderhandelingen over? Nou, ik zou heel graag met onze leerlingen wat vaker en meer contact hebben met de SKRS, zodat zij daar misschien eens een keertje een kijkje kunnen nemen. Dus dat is eigenlijk wat ik heel graag zou willen. Voordat je naar de beursvloer ging, al je gedachten om met elkaar te praten of is dat spontaan ontstaan? Deze is spontaan ontstaan. Ik had heel erg gehoopt dat SKRS er zou zijn, zodat wij dan het contact zouden kunnen leggen. Dus ik hoopte echt wel dat zij er zouden zijn. En ze is er gelukkig. Lukt het een beetje? Helaas nog niet, want degene die het belangrijkste is, het bouwbedrijf, die is er niet. En andere bedrijven die kunnen daar nog niet zo heel veel voor ons in doen, denk ik. Dus nog geen succesvolle match? Nog niet, maar wat niet nu is, dat komt nog. Wij zoeken een zitmaaier, want ik heb een hekel aan lopen. Maar waarom een zitmaaier? Nou, moet je horen. Wij willen gewoon in de toekomst de muziektuin zelf onderhouden. En het is nogal een groot oppervlakte natuurlijk. We hebben genoeg vrijwilligers die dat kunnen doen. En we moeten de gemeente nog even bewegen dat wij de muziektuin willen kopen voor 1 euro. Maar misschien gaat het in de toekomst wat worden, dat weet je niet. Maar het moet goed onderhouden worden. En nu wordt het door ProGroen wordt het onderhouden. En eerlijk gezegd, ze rammen met die maaiers de boompjes aan de onderkant kapot. Niks tegen ProGroen hoor, maar maaien kunnen ze niet. Dus we willen het gewoon voor te zelf doen. Dames, ik had jullie net, ik heb jullie net gesproken. Ik hoor nu wat nieuws. Ja, we hebben een match. Mosje en ik die zijn aan elkaar gematcht en dat gaat heel leuk worden. Hoe lang duren de onderhandelingen nou? Volgens mij 5 minuten. Toch, Mosje? Ja, het is niet geduurd. Nee.
En wat was het punt dat jullie dachten, nu gaan we die match sluiten? Nou, eigenlijk hadden we dat punt al een keer eerder gehad. En dat is al een aantal jaren terug dat we zeiden, we moeten veel meer met elkaar samenwerken. Dus we konden eigenlijk even herhalen van wat we toen met elkaar besproken hebben. En nu wat meer acties met elkaar afspreken. En nou naar de tekentafel. Naar de tekentafel, dat gaan we zeker doen. Uiteindelijk werden er 76 matches gesloten met een maatschappelijke waarde van bijna 45.000 euro.